Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En ik heb vandaag weer een weekvlog. En het is maandag, het is al 2:30. Ik heb de hele ochtend online les gehad. Ik heb namelijk deze week een soort nieuw blogproject. En het was een kick-off en allemaal online. Super saai, maar wel informatief. Want ik weet nu mijn rooster en dat soort dingen. Heel erg leuk. Ik ga zo meteen een McDonald's mukbang opnemen samen met Bo, weer gezellig. Ze is echt heel lang niet op mijn kanaal geweest. We hebben geen ruzie. Mensen dachten dat we ruzie hadden. Dat is er niet. In de video gaan we alles uitleggen. Deze video staat ook online. Dus vergeet die zeker niet te checken als je hier benieuwd naar bent. Mijn ouders zijn beneden alleen aan het klussen. Dus ik moet even mijn McDonald's mukbang op mijn kamer gaan filmen. En je hoort mijn ouders op de achtergrond praten. Heel irritant. Oké, outfit of the day. Dit leuke jasje is van... Waar lijkt het? Paars in dit licht. Dat is het niet. Outfit of the day. Jasje is van Savoel. Dit topje is ook van Savoel. Dit is zo'n topje. Legging van de H&M. Deze superleuke laarsjes van Shein. En dit tasje is ook van Savoel. Dus ik moet even voor samenwerking een leuke Insta-foto maken met deze outfit voor Savoel. Verder heb ik deze hele leuke oorbellen in. Die zijn van mijn eigen collectie. Ik ga even mijn kamer een beetje opruimen, want hier gaan we dus filmen. En dan ga ik alles klaarzetten hier. En dan komt Boma zo meteen om 3 uur ophalen. En dan gaan we lekker de McDonald's ophalen. Ik heb nog niks gegeten. Dus trouwens, ik ga eerst even snel wat eten. Want anders heb ik helemaal niks gegeten op leeggemaakt. McDonald's is ook een beetje kut. Okay, mijn kamerfilm wordt ook geen succes. Dan ga ik hier in de keuken maar alles een beetje omhouden. Maar eerst ga ik even wat sushis eten. Want ik had gisteren sushi gegeten. En ik heb nog 4 stukjes over. Slaat nergens op, maar... Ik wil ook niet te veel eten nu sowieso. Lekker van dat zeewier. En 2 grote crunch roll en een nigiri salm en tonijn. Dus dat ga ik even lekker opeten. En dan ga ik alles klaarzetten hier. My god jongens, dit is echt heel erg. Ik was dus video aan het opnemen met Bo en die is dus net klaar. En ik wilde net lekker wijn gaan halen voor mijn oma, want die is... Gisterjagen, dus ook vannacht heen gaan met Isabel. Word ik opeens gebeld door mijn werk. Sarah, waar ben je? Je moet werken. En ik was vergeten. Ik heb het gewoon niet in mijn agenda staan. Wat fuck is dit? Ik moet nu gewoon heel snel naar mijn werk toe. Want ik ben gewoon al 40 minuten te laat. Oh my god. Dit is echt heel erg. Ik ga snel naar mijn werk. Bye bitches. Nou, het is echt niet normaal. Het is 7:15. En ik ben nu al klaar met werk. Ik ben nu gewoon al klaar met werk. Nou, dat komt goed uit, want ik had me er totaal niet op gerekend. Ik ga nu lekker naar huis. En ik zou vanavond nog naar mijn oma gaan met Isabel. En Isabel is ook zo meteen klaar met werk. Dus dat is allemaal top. En dan moet ik ook nog even de weekvlog uiten, maar dat kan ik morgen ook doen. Ik moet dus morgen blijkbaar ook werken, dat ik ook helemaal niet in mijn agenda staan. En woensdag ook, dus ik heb volgens mij totaal verkeerd de rooster ingevuld. Maar maakt niet uit, ik ga nu snel naar huis. Oké, ik ben nu thuis. Ik ga even avond eten. Ik heb een kipburger in de pan zitten. En ik heb hier bloemkool en aardappel. En ik ga lekker Emily in Paris kijken. En dan ga ik zo meteen gezellig naar mijn oma met Isabel. Oké, het is inmiddels 11:30. Of toch 11:45. Ik heb nog een beetje weekvlog geëdit. En ik ben echt dood en doodmoe. Dus ik ga lekker naar bed. Ik heb echt zo'n dikke bepakte kleding aan. Ik heb een dikke trui aan en een jas en nog een jas. Het slaat echt nergens op en ik heb het ook echt tering heen. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is alweer 12:00. Ik heb namelijk de hele ochtend weer online les gehad. Ik werd weer veel te laat wakker, waardoor ik meteen door moest naar mijn laptop. En daarna meteen weer gaan douchen en gaan klaarmaken. Vandaag wil ik al mijn kleding die ik niet draag, niet aandoe of niet meer leuk vind, op Vinted zetten. Het staat online, want ik ga het vandaag doen. Dus volg me. Het is volgens mij gewoon Sarah Verwoerd of Sarah Verwoerd. Zoiets. Dus ben je benieuwd naar de kleding die ik online zet en wil verkopen? Check it out. De outfit of the day is het superleuke top. Ja, topje, trui ding van Savoel. En gewoon een sportlegging. Gewoon een lekker simpel outfit. Want ik ga toch allemaal andere outfits aantrekken. En ik heb iets heel goeds gedaan. Ik heb namelijk voor morgen. Verder ben ik heel trots op mezelf. Ik ga namelijk morgenochtend sporten. Als vanavond de maatregelen niet opeens helemaal worden veranderd. En heb ik om 10:00 gereserveerd. Dus morgen om 10:00 moet ik sporten voor mezelf. Oh my god. Ik ben aan het filmen. En er lijkt gewoon geen einde aan te komen. Ik heb dit nu allemaal gehad. Deze hele mand vol.
hier nog allemaal shit. Het is echt niet normaal. En ik heb daar nog liggen. En ik heb mijn kast nog niet eens uitgeruimd. Het is echt niet normaal hoeveel kleding het is. Het is echt niet normaal. Oh my god. Het is inmiddels 2:30. Oh my god. Ik ben vanaf 11:30 bezig geweest. Het is niet normaal veel. Ik ga nu alles erop zetten. En om vanmiddag om 4:00 komt het allemaal online. En ik ga eerst even wat eten. Want ik heb gewoon nog niks gegeten. Wat een werk. Ik ga dit echt nooit meer doen. Oh my god. Oké, ik heb even iets anders aangetrokken. Want ik had het echt mega koud. Dus ik heb nu lekker deze dikke... Hachoo. Deze lekkere, dikke, lange... oversized trui van Chiquel in het paars aan. Heerlijk. Oké, ik ben weer thuis van werk. Ik ga even kijken naar alle vintage dingen. Dat is verkocht. Echt mega veel al volgens mij. Super leuk dat jullie die dingen willen kopen. Ik ga nu even lekker een pastaatje eten. En de laatste aflevering van Emily in Paris kijken, denk ik. Oh my god, guys. I love jullie echt zo erg. Ik ging net even live op Insta en het is echt niet normaal hoeveel liefde ik van jullie krijg. Echt, waarom zijn jullie zo lief? Ik vind jullie echt zo leuk. En echt, het is zo leuk om soms gewoon echt gewoon direct interactie met jullie te hebben. En ik ga echt vaker live. Ik vind het zo leuk. Echt bedankt dat jullie zo lief en leuk allemaal zijn. Good morning. Het is vandaag woensdag. Ik ga meteen naar de sportschool. Echt 1/2 jaar geleden. Ik ben echt heel benieuwd hoe het gaat. Ik denk echt dat ik niks meer kan en geen conditie meer heb, maar logisch. Het is echt fucking hard nodig dat ik naar de sportschool ga. Ik heb lekker dik aangekleed dat ik ga op de scooter. Maar het is wel echt super mooi weer en het zonnetje schijnt. Dus ik ga. Right, het is inmiddels alweer 1:00. Ik ga even een proteïne shake nemen. Ja, ik heb natuurlijk net gesport en ik heb dat nog van toen ik een soort van fit girl was. Dus dat ga ik even maken. Volgens mij is dat natuurlijk helder. Ja, ik heb het nog. Top. Dit is van Woman's Best. Ik heb het ergens online besteld. Het was volgens mij €20 voor zo'n pot. En dit is in de smaak vanille. En ik ga of hiermee een smoothie maken of ik doe het met oatmeal melk. Maar ik weet niet wat we in huis hebben. Oké, we hebben dus zeg maar niks in huis. Dan moet ik het met normale melk doen. Dat vind ik ook kut. Even kijken. Oh my god, yes. Ik zag dus in de kelder dat we nog dit hadden. Dit is barista havermelk. Maar ik hoef toch niet zoveel te gebruiken. Dus top, dat ga ik even nemen. En ik heb dit cropped shirtje aan van Savool sportlegging en schoenen. Want ik moet vannacht toch werken. En vanavond ga ik naar mijn vriend toe. Daar eten en daar blijven slapen. En dan morgenochtend heb ik opnames van Sinterklaas Journaal. Jongens, ik weet niet of dit aan mij ligt, maar het is al 2:30. Ik zweer, deze dagen gaan veel te snel om. Ik heb zoveel tijd tekort. Ik ben helemaal gek. Ik ga zo meteen nog wat eten. Ik heb hier nog een avocado liggen, dus ik ga denk ik lekker gewoon toast met avocado maken. En ik moet even nog de weekvlog online zetten. Ik heb hem wel bijna afgeëdit. Ik ben zo druk bezig met van alles en ik weet niet eens met wat. Oké, jongens, het is dus al bijna 3:30 en ik had zoveel honger. Ik heb lekker een broodje gezond gemaakt en wat voor een. Nou, ik ga het lekker op eten. Eindelijk zo'n eten vandaag. Ik heb weer veel te veel haast in mijn leven. Ik moet nu echt naar mijn werk. En ik heb weer niet een vlog online gekregen. Ik word gek in mijn hoofd. Nou jongens, het is inmiddels avond met terug van werk. Het is niet gelukt om nog de weekvlog online te zetten. Dus die ga ik morgen denk ik wel doen. Ik ga hem denk ik wel gewoon morgen om 4:00 of zo online zetten. Want ik vind het gewoon een beetje een kut tijd als ik dat om 12:00 ga doen. Maar ja, morgenochtend heb ik opnames van Sinterklaasjournaal. Ik heb wel echt weer zin in. Het is altijd super leuk.
Ja, trouwens, wat ik nog maar vergeten te zeggen, is dat mijn telefoon weer kapot is. Het is echt één grote grap met mij en een telefoon, maar hij werd dus gewoon opeens zwart. En ja, hij gaat gewoon niet meer aan. Dus ik heb nu weer een of andere skere kut iPhone 6. En ik ben weer allemaal foto's kwijt voor samenwerking. Dus ik hoop dat hij morgen ergens verschijnt op iCloud. Maar ja, dus moet hij weer allemaal opnieuw gaan maken. Wat te gezeik. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. Het is alweer een nieuwe dag. Ik ga nu naar de opnames. In ieder geval naar de plek waar de opnames zijn. Ik hoef maar een heel klein stukje te doen. Dus ben ik zo klaar. En vanmiddag heb ik genoeg te doen. Ik moet een paar dingen voor samenwerkingen doen. En de weekvlog alsnog uploaden. Want die is nu dus een dag te laat. Ik ben nog een tijdje thuis. Ik heb de weekvlog online kunnen zetten. De opnames waren echt super kort. Ik moest echt maar één klein mini stukje doen. Maar dat was wel gezellig. Ja, ik zit nu allemaal foto's te maken op mijn moeders telefoon. Mijn moeder heeft gewoon een iPhone 11. En ja, een beetje op Insta op mijn moeders telefoon. Om die foto's erop te zetten en zo. Want bij mij is het gewoon kut. Ik ga vanavond alle pakketjes van Vinted inpakken. Ik heb namelijk inpakzakken gekregen. Die heeft Isabel gehaald bij de groothandel. Dus ik heb allemaal van die verzendzakken waar ik het in kan verzenden. Super chill. En ik ga het zaterdag allemaal op de post doen. Zometeen heb ik over een uurtje een meeting met school. Ik ga eerst even al die Insta-stories fixen. En ja, wel productief. Het is inmiddels alweer 6 uur. Ik ben klaar met alle pakketjes inpakken. Het was echt veel meer werk als ik dacht. Maar, weet je, nu gaan ze wel jullie kant op. Ik heb ze hier allemaal ingepakt. Ik ben echt een beetje duizelig, want ik heb vandaag één tossie gegeten. En ik ben zo druk bezig dat ik heel de tijd vergeet om te eten. Maar hier zijn alle pakketten. Ik ga het even in de tas doen. Dit ga ik allemaal even opruimen. En dan ga ik zo meteen eten, denk ik. En vanavond ga ik sporten. Ja. Ik ben echt weer helemaal goed bezig. Vanavond ga ik sporten. En het was wel grappig, want iemand op mijn, ik had op mijn verhaal gezet dat ik in de sportschool was. En iemand zei van, oh my god, nee Saar, verander nou niet in een fit girl. Want ik vind juist altijd zo leuk dat jij lekker aan het eten bent. Maar guys, don't worry. Eten is echt mijn leven. Dus een fit girl zou ik helaas nooit kunnen worden, hoe graag ik het ook wil. Maar ik wil gewoon een beetje in beweging blijven. Ik merk dat ik heel veel last van mijn rug krijg. Omdat ik alleen maar stil zit achter een bureau. En weet je, ik wil gewoon een beetje bewegen. Maar een fit girl, dat word ik zeker niet. Dus don't worry. Alright, het is inmiddels 9:15 bijna. En ik ga nu naar de gym. Het is echt fucking laat, maar alles is vol gereserveerd. 9:30. Dus ik ga nu snel heen. Het is echt 5 minuten rijden, dus ik ben er zo. Het is inmiddels al 10:30. Ik ben klaar met sporten. Het ging echt heel goed weer. Ik hoop echt dat ik het kon oppakken om gewoon 1 of 2 keer, nou 2-3 keer in de week te blijven sporten. Ze blijven toch even een beetje in conditie en zo. Morgen het is vandaag vrijdag. Ik heb vandaag een online event. En dit heb ik met mijn projectgroepje. En dit gaan we dus op school doen. Dus ik ga zo meteen naar school toe. Ik wilde eigenlijk voor opstaan om een video te editen. Maar ik ben letterlijk door mijn wekker heen geslapen. Dus ik wakker gebeld. Fucking stom. Maar dan ga ik gewoon editen in het OV. Oh my god, ik heb het gewoon gered. Ik dacht echt dat ik weer te laat zou komen. Terwijl ik gisteren een comment onder mijn video kreeg van ja, en jij komt altijd te laat op school. En jouw projectgroepje vindt dat echt niet leuk. Volgens mij heb ik dit gisteravond ook al gezegd. Ik val een herhaling. Maar ik ben nu zelfs gewoon 3 minuten te vroeg bij de bushalte. En ik kom om 3:50 aan, terwijl we om 1 uur hebben afgesproken. That's something new. Ik heb trouwens dit jasje aan van Shein, trui van Chiquel, jasje van Savool, legging van Conquest Fashion en Dr. Martens. Gezellige outfit. Nou, ik ben op school aangekomen en ik ik ben echt op tijd, dus ik ben echt trots. Nu mogen jullie niks over mij zeggen. En ik heb lekker sushi gehaald. Dat ga ik zo opeten, want het is al bijna weer te 1 uur. Volgens mij heb ik echt vet lang niet meer gefilmd. Volgens mij gisteren voor het laatst op school nog niet eens. Voor school. In ieder geval, ik had gisteren de hele dag een online event op school. Het was echt mega saai. En toen was ik 5 uur klaar of zo. Toen heb ik nog een paar foto's gemaakt in Amsterdam. En toen kwam ik thuis kwam, moest meteen boodschappen doen en toen ging ik pizza's maken en nou, ik heb gewoon niet meer aan de volgende gedacht. En zo meteen
Moet ik even alle Vinted pakketjes op de post doen. Ga ik doen. En verder, ja, even kijken wat ik vandaag ga doen. Misschien met Isabel en Bo. Echt geen idee nog. Ik heb zo geen plannen, maar ik zie het wel. En het is wel vet mooi weer, dus ik hoop ja, dat we... Ja, je kan echt niks. Ik weet niet wat we gaan doen. Nou, het is nu dus een tijdje verder. Ik ben met Bo. Ik heb helemaal niet verteld nog. We gaan even gezellig met z'n drietjes naar Amsterdam. Hey. Want ja, we hebben niks te doen. Ik zal even laten zien. Ja, je ziet zeg maar niks. Ik heb deze truijenjurk aan van een Mango. Jasje van Shein, tasje van Savoel. En met Dr. Martens, wat heb jij? Ik heb een broek uit de kast getrokken van een jaar geleden of zo. Ik weet niet waarvan deze is. Deze is ook van Shein. Body. Topje body is van... Even kijken. Nou, boeien. Van de iets. Okay, en deze is van de Mango. Leuk. En deze is ook van Shine. Shine. Of Shine. En de Mango. Met een cheap, die oude zit eraan. En ik heb een leuke bril op van Bo. Leuk. We gaan even gezellig in Amsterdam lopen. Ja, wat gaan we doen? Gewoon koffie halen. Zo, het is heet hier. Ja. Tjus. Helemaal. Nou, we hey, ik moet ze ook vloggen, maar ik ben ook mijn camera vergeten. Nou, dat is echt kut. Zo stril. Nee, maar hij gaat nu, over 3 minuten. Nee, die is ook gebruikt. Maar ja, maar... Nee, ligt in de auto? Isabel weer de mondkap vergeet. Nee, ligt in de auto. Het is allemaal in de auto nog. Ja. De tram. Moet je redden. Nou, we zitten eindelijk in de tram. Hallo jongens. En daar is Bo. Hoezo? Ja, ik zit op mijn hakken. Oh! Ik sta op mijn spot op. Zo heet met dit ding. Ja. Die mag er ook bij. Moet dat? Nou, wij hebben lekker Mackey gehaald. Krijg ik een of andere rare kutburger. Wat is dit nou weer? Twee onderkanten. Ja, lekker foto's aan het maken in Amsterdam. Echt, we gaan helemaal stuk om elkaar. Dat is leuk met die hand daar. Met die hand bij die bril. Hand bij die bril. Andere hand bij die bril. Ja, ja. Oh my god, het is zoveel mooier op jouw camera als op mijn camera. Ja? Kijk dit. Nee! Dat is echt niet normaal. Want misschien moet ik het iets licht... Niet die hand daar. Niet ook, niet zo ook. Kijk, zou je dat zien? Kijk, dit is eigenlijk met je hand zo hebt. Dit is een worst. Oh ja. En je moet die hand ook niet zo. Nee. Ze hebben een hele lange hand. Kijk, daar is die leuk. Kijk, ja. Daar moet je heel, oh ja, dat is leuk. Dus doe dan even gewoon wat ik zeg. Zo dan. Ja. Ja. Oh mijn god, ik denk die valt met de kop dood. Nee, ik plas in mijn broek. Nee, jongens, er is iets heel ergs gebeurd. Wat dan? Ja. Oh, ik heb een of andere rare bult op mijn hoofd. Mag ik hier ook een foto? Nou, ik lijk wel wit. Hier, dus beter. Dit is echt zo leuk. Als je hier leuk vindt. Zo, die man zat echt heel erg raar te doen. Zo, dit is echt leuk. Wat een dom erbij. Ga eens. Oh, heel leuk. Op, Isabel, doorgaan. Doorgaan, doorgaan, doorgaan. Die hand iets meer daarheen. Ja. Nee, die rare pluk voor de hoofd. Niet twee handen zo. Nu zit je zo. Ik ben zo niet fotogeniek. Jawel, fotogeniek. Wel. Nee, dit is te gek. Dat haar zit heel raar. Oh my god. Als je dit boos zou zeggen, nou, dan was de jank, is weggerust. Ja, denk ik. Nee, maar we proberen juist de perfectie plaat. Wat hoor ik nou? We willen juist het perfecte plaatje te krijgen, hè, voor jou. Ik kan gewoon een perfecte foto maken. Als ik het, jullie maken het bij mij, omdat het gewoon lelijk is. Ja, ik vind het zo. Ik heel veel lekker. Nou, film ook maar. Oh, ja. We hebben... Bubbling. Bubble tea. Ja. En dan heb je zo'n aardbeien. Met passion fruit. Zit een soort jelly bubbeltjes. Ja, ik heb nog nooit zo'n dikke riet. Oh, dit wil je toch? Heb je ook een bolletje? Mm. Is dat lekker? Ik wil ook proeven. Oh. Mm. Ik krijg gewoon zo'n bolletje in je. Heel lekker. Wil je proeven, Bo? Ja. Die ballen zijn echt lekker. Heel lekker. Ja? Het is gewoon, het splasht gewoon in je mond. Niet zo uit dat je niet op die camera zit.
Lekker. Dit eten al die mukbangers, zeg maar. Ja. Wel heel zoet hoor. Ja, maar echt lekker. Zo lekker. Die passionfruit is wel lekker hoor. Ja, dat is wel lekker. Maar het is wel heel zoet inderdaad. Misschien een beetje ijs moeten. Zullen we doorlopen? Ik zou niet helemaal mezelf een eigen nee, willen. Nee, ik ook niet. Gewoon lekker om te eten. Het is gewoon al bijna donker. Het is 5:30. We zijn nu bij de auto. We gaan even naar huis rijden. Ik ben echt super moe opeens. Ik weet niet wat het is. Maar het was wel echt gezellig, hè? Ja. Zeker. Yes. En ik ga nu bij Isabel eten, gezellig. Oh, zijn we er al? Huh? En? Met je mondkapje? Nee. Pim zegt ja, we gaan wel... Oh. Gaan we een andere keer... Het is inmiddels avond. Ik heb gezellig bij Isabel gegeten. En ja, we gaan nog steeds niks doen. We gaan nu gewoon even wijn bij Bo. En we hadden wijn nodig. En het was letterlijk 7:50. Dus hebben we echt naar de winkel gescheurd. En hebben we echt net op tijd de wijn binnengehaald. Echt top. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik ben onderweg naar Haaksbergen, naar mijn broer. Gaan we gezellig een dagje heen. En ik heb lekker een gingerbread latte. Ik ga proeven hoe het smaakt. Lekker. Aanrader jongens, het is van de wintercollectie of zo. En ik ben me ondertussen even aan het opmaken in de auto, moet ik 2 uur reizen. Lekker. We zijn nu lekker in het bos aan het lopen. Het is echt super mooi weer. Met mijn brother. En mijn kleine neefje. En mijn kleine neefie. Zijn we lekker aan het wandelen in het bos, Emiel? Ja. Ja. Emiel. Hey. Ga je erna? Goed zo. Het is echt zo mooi weer. Echt perfect. Kleine schooier, kom op. Hey. Hey. Hey! Hey! Oh, God, en Gala! Gala! Sarah! Ah. Ah. Kom, we gaan rennen! Rennen! Ja, even zet staan. Ga maar rennen! Goed zo! Strijkt het over een tak? Nee. Ja. Wow, goed! Piek! Prik! Prik! Auw! Opa Eddy! Opa Eddy! Ja! Opa Eddy! Nee! Nee! Het zou geen weekvlog van mij zijn, al zou ik de weekvlog afsluiten op maandagochtend. Dus, gisteravond was ik een nieuwe serie aan het kijken, The Queen's Gambit ofzo. Hele gaaf serie. Ik heb 4 afleveringen van 1 uur per aflevering de hele avond gekeken. En toen ben ik in slaap gevallen om 2:30 of zo. Ik heb nu online les. Ik hoop niet dat ze was. Mijn microfoon zit niet aan. Dat zou heel awkward zijn. Oké. In ieder geval, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven als je de weekvlog weer leuk vond. En vergeet ook niet om mij te abonneren. Klik op de abonneerknop en de notificatiebel. Hierdoor krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video plaats. En hierdoor hoef je nooit meer een video van mij te missen. Vergeet me ook niet te volgen op Instagram. Ik hoop dat jullie de weekvlog leuk vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.